voilà, natuurlijk was Mia een punknummertje te veel op het album, om de balans in het album te hebben. En vandaar dat ik het teruggebracht heb, dat ik er een tragere versie van gemaakt heb, geïmproviseerd in de studio. Op een voormiddag zijn ze naar mijn studio gekomen in Mechelen. Heb ik even dat demo terug opgezet, daarnaar geluisterd. En Luc was een gitaartje binnen spelen. Heeft hem live meegespeeld. Het grootste probleem van Geert was zijn hi-hat spel. En ik heb toen gezegd... tik op uw... speelt niet op uw hi-hat, maar tikt op uw bil voor de maat te houden. En ik heb toen gezegd... En ondertussen was Luc in de regie, die zat achter de mengtafel, want ik was de piano aan het opstellen, zat hij dat gitaarje mee te spelen. Dus ik had dat ritme daarop geïnspireerd. En hebben die... En zo kon hem goed de maat houden zonder dat ik... Hoor. En ik had toen één goede micro, één goede Neumann. En ik heb die stond altijd aan mijn buffetpiano. En de drums stonden in dezelfde ruimte als de buffetpiano. En daar heb ik die micro laten staan. Want ik gebruikte toen vaak die piano als room, eigenlijk als resonantie. Ik legde dan een gewicht op het pianopedaal, waardoor de snaren de frequenties aannamen die in de ruimte was. En dan begon die piano te galmen. En er zijn nogal wat producties waar ik dat bij mixte. Dus die micro stond daar nog. Een monomicrofoon. En ik heb die micro dus niet meer verplaatst. En ja, wat dat er mij toegedreven heeft om dan tijdens een take... Want er is maar één versie van dat nummer, één take. Het is echt gewoon live, 6 minuten aan een stuk. Wat dat mij daartoe gebracht heeft om dan achter de piano te gaan zitten, dat was denk ik een soort goesting of een soort van... Ik heb hier niks te verliezen. De eerste noten van de piano is eigenlijk te zoeken naar in welke toonaard zit dat nummer. Dus nu hoort je alleen de piano, hè. Dat is de klank van de drums in de pianomicrofoon. Die goede Neumann. Dat is super... Ik geef het toe, het is super opportunistisch. Ik begin eigenlijk op de verkeerde noot. Dat is de juiste noot, achteraf gezien. Maar in een geïmproviseerde improvisatie is... Je speelt iets fout, ofwel herhaal het 2 keer, ofwel los de trek op en doe het verder. Je denkt daar op die moment niet bij na, maar het is wel zo gebeurd. En dan doe je 2 keren. Pum, 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 pum. En ondertussen wist ik, het zit in die toonaard. Mia heeft nooit afgezien. Ze vraagt, kun jij nog dromen? En wat dat mij opvalt, als je die stem hoort, dat hem daar even gedreven zingt als op de, laten we zeggen, punkversie van een demo. Dus hij heeft zich niks aangetrokken van het feit dat het een traag nummer was. Dus altijd sterren komen, sterren. En dat is natuurlijk ook het toffe daaraan. Luc, die performde echt. Wat we later op zijn albums minder gaan doen, is hij wat meer in de zetel gaan zitten, zoals ze zeggen. Maar hier was hem altijd aan het zweten als hij gezongen had. Hij zong alsof zijn leven ervan afhing. Op gans die plaat trouwens. Mia heeft het licht gezien. Ze zegt, niemand gaat verloren. Nee, de arbeidsmarkt in die tranendal, dat is de zin. Wordt hem echt... Op de arbeid... Hier. Vind je overal op de arbeidsmarkt in dit tranendal. En sterren komen. Voel het niet? Die tranen. Mensen als ik vind je overal op de arbeidsmarkt in dit tranendal. Gelukkig heb ik het niet gedubbeltrakt. Ik had er echt een popliedje van kunnen maken. Hoor. Mensen als ik vind je overal. De producer is ook de kunst van het weglaten. Hè. Enfin. Naar het einde toe... Heb je dan ineens die 2 minuten piano-improvisatie, waar ik nog altijd niet over nagedacht heb. Dat is geïmproviseerd. Ik heb totaal niet nagedacht, gewoon gespeeld. En daarachter vond ik dat die sterren komen, sterren gaan. Alleen Elvis blijven staan. Dat terug moest komen in dat nummer. En is er nog eens teruggekomen, Luc. En hebben we dat apart opgenomen. De laatste stukje sterren komen, sterren gaan.
Sterren komen, sterren gaan. Alleen Elvis blijft bestaan. Kijk, hier zit eigenlijk ook piano. En dan fit ik daarin. Dat staat niet meer op het album, denk ik. Dat is de reden voor. Hier wordt het een beetje kruimig glaskaar. Het wordt toch altijd aan het tikken, hè? Hier stopt hem. Is de tape gestopt. Dat is in het kort het verhaal hoe dat Mia in de studio gemaakt is.